Ik ben nu op Zuidplein en kijk, QC die loopt daar buiten, zien lopen. Dat is QC. Vandaag interviewen. We gaan vandaag, ik ga misschien vanavond nog voetballen. En we gaan vanavond in de nacht nog kijken naar McGregor tegen Diaz, UFC 212. Dus dat gaan we eigenlijk allemaal doen. Vandaag kan best wel een lange vlog worden, dus ik zou zeggen blijf lekker kijken. En we gaan er een gezellige dag van maken. Ja, maar niet uit. Yo, kijk, waarom doe je dit? Waarom trek je het? We trokken hem allebei tegelijk. We zijn klaar. Ja, dat ben ik vies. Wat? Wat? We trokken hem allebei tegelijk? Gadverdamme. Ah, gadver. In ieder geval, wij zijn klaar met interview. Leg het uit. Leg het aan allebei de camera's uit gewoon. Oké. Jongens, ik ga kijken. Ik ga het aan beide camera's uitleggen. Wij zijn zojuist klaar met interviewen. We hebben een interviewtje achter de rug. Ik probeer beide, contact met beide kanalen te maken. Ja, man. Subscribe ook op QC. Subscribe op NessMC. Lekker, man. Dat is love. Dat is love. Ook in, ja, man. Love, man. Okay. Ja, man. Love, man. In ieder geval, ja, we zijn klaar met interviewen. We hebben maar één kunnen doen. Want er waren superveel mensen die op de foto wouden hebben. In Rotterdam is het niet meer normaal. Dit is echt wel grappig, eigenlijk. Ja. In Rotterdam is het niet meer normaal. We moeten gewoon echt zo vaak stoppen met foto's en shit. But we love the fans, we love you all, en wij gaan nu gewoon chillen, man. Ja, man, let's go. Lekker, man. Ik ga misschien weer even een shirtje willen. Jij gaat weer een shirtje halen. De fashion. Man. Oh god, Juventus. Dit is trouwens de eerste keer dat jij in mijn vlog komt nu, hè? Maar voor vandaag? Ja. Zo, jij hebt mij niet geïntroduceerd. Wat? Nee, ik kan niet. Geïntroduceerd. Geïntroduceerd. Ja, man. Dat doet zeer. Oh. Accepteer de punchline. In ieder geval, ik wil even wat zeggen. Hij kwam net een boy naar mij toe, ik weet niet wat zijn naam is, hij heeft het niet verteld. Maar hij komt uit Utrecht, hij is een Turk, hij had een PSG trainingspak aan en hij had een baard. Broer, ik heb nog nooit zoveel lof van een mede-Turk gekregen, dus ik wil echt een grote shout-out naar jou geven. Ik weet niet wat je naam is, broer, maar echt heel veel liefde. Dankjewel voor alle support. Maar, ik wil er wel iets over zeggen, hij gaf heel veel liefde aan Nesim, maar omdat ik geen Turk ben, omdat mijn vader zeg maar, dat mijn moeder niet voor een Turk heeft gekozen, kreeg ik deze rol. Yo, fuck it. Mijn vuist doet nog steeds fucking hard, bedoel ik. Mijn vuist doet nog steeds pijn. Ja, maar broer, dat zijn Turken onder elkaar. Ik snap het ook. Ja, ja. Ik wij houden gewoon niet van wij zijn, Antillianen. Wij zijn... ik ben geen Antilliaan. Wat? Ik ben Capverdiaan. Oh ja, klopt. Sorry. Maar wij zijn een mensheid, een eenheid. We zijn allemaal van het stille gebied. Ah, man. Ik kan niet... Ja, zo. Turkije je altijd nummer 1, toch? Je weet het, ja, man. Wat is het? Ja? Turkije of Irak? Nou, ik ga niet kiezen. In ieder geval, jongens, wij zijn net klaar met zo. Hey. Hey. Tuurlijk mag je op de foto. Hartstikke gezellig. Je hebt de vlog. Gang. Iedereen in de vlog. Gang. Lekker, man. Besef die riem even, man. Je bent trotse Turk, hè, broer? Lekker, man, broer. Kijk, ik zeg eerlijk, hè. Zeg maar... Het aantal foto's die wij vandaag hebben genomen in Rotterdam is gewoon echt niet normaal. Ik denk dat wij gewoon echt 100 foto's, denk ik. 100, denk je? 100? Pas wel. Ik weet het echt niet, het was niet normaal. Heel veel lof gekregen. Maar de muziek staat hier heel hard, dus ik ga stoppen met vloggen. Oké, okay, ik ben hier met een paar strijders. Sorry. Ik moet lachen, want ik dacht dat je iets wou vertellen. Ja, ik wou iets vertellen. Oh, sorry. Ja, ik ben hier met een paar strijders. Ja. Dit gebeurt niet meer vaak, de handtekeningen. Handtekeningen is, ja, is lang geleden. Ja, aan foto's. Ja, man. Maar wat was ik gisteren aan het doen? Jij was gisteren je handtekening aan het oefenen. Nieuwe handtekening. Oh, vertel. Jullie zijn de eerste die een nieuwe. Zelfs mijn bank heeft deze nog niet. Oh, dit. Fakka boys, zeg even hoor je tegen de vlog. Ja. Lekker man, je komt in twee vlogs man, dat is gek man broer. Is dat je nieuwe handtekening? Let's ja. See. Even kijken. Ja, dope man. Is dit jouw aantekening? I know, je hebt gewoon omgekeerd gedaan man broer. Ah, ik ga hem nog wel zo doen weer. Wauw. Wat een disrespect. Gewoon twee keer nu. Ja, lekker man. Lekker. Oh, jij ook nog hè? Laat hem zien. Kijk man, dat is love man. En het chill. Lekker man broer. Dus we lopen in de stad. En ik heb net gehoord dat Monica Geus hier bij de Cool Cat is. Oh my god! Oh my! Ik ga even checken. Volgens mij staan draaien hier binnen, man. Hey, hier is de bel al bij. Dus we kwamen net negatieve tegen, man. Ja. Hoe voelde je? Ik voel me net TMZ. Ik voel me zeg maar 15 kilo minder nog eens. 15 kilo minder? Nee, 10 kilo minder. Oh, lekker man broer. Nou ja, tot zover Monica Geuze in de Cool Cat. Negative is ook opeens gaan rennen, ik weet niet waarom. Volgens mij zag hij politie opeens. Hij ging opeens wegrennen.
Maar hij had een vrouwentas bij, man. Goed, hij had een Chanel-tas, man. Hij zag een paar mensen. Hij is de tasjeshouder van Monica Geuze, volgens mij. Oh, de disrespect. Ik denk, kijk, dat is jouw visie van waarom hij is weggerend. Ja? Ik denk dat hij een paar mensen van THC zag. Nou, dat is een goeie. In ieder geval, wij gaan nu lekker eten. En waarschijnlijk, als ik het goed heb, gaan wij naar Wok2Go. So let's go to Wok2Go. Oh, accepteer de Meneer, accepteer de Luister dan, één ding wil ik vragen. Ben jij de tasjeshouder van Monica? Nee, hoezo? Wat is dat? You got a Chanel purse, bro? Weet je wat deze tas kost? Ja, veel. Maar is die voor jou? Nee, maar ik bedoel, van als je gaat draaien, je hebt een tent vol met jonge mensen. Je tas niet zomaar laten slingeren, dus dan let ik wel op de tas. Dat is love. Net als bijvoorbeeld, ben jij de camerahouder van QC? Dat is love. Nee, toch? That's... Ben jij de standaardhouder van QC? Nee, toch? Zomaar wil je mij bedijen? Nee, niet bedijen, maar jij stelt me vragen. Dan stel ik jou vragen. Is dit je standaardhouder? Ah, dat wil ik nog vast. Dat bedoel ik. Dus eigenlijk is hij gewoon je standaardhouder. Antwoord genoeg op die vraag? Ja. Heb je nog meer vragen? Ik heb nog één vraag. Ja. Reunited and it feels so good. Dan hebben we tegen je vlog, tegen je mensen dat we geen beef hebben. Jongens, kijk met wie ik hier ben. Hey, gezellig. Ja, man. Ik ga nu mijn broek optrekken. Wat de fuck doen jullie hier aan? Wat filmen jullie? We zijn net klaar met filmen, man. Fuck filmen jullie. Wil je nog iets zeggen tegen de supporters die zo boos op je waren? Jullie kunnen me geen moer maken, brada. Wat willen jullie doen, hè? Internet gangsters. Kom in mijn gezicht, klap jullie, mijn pang. Het zijn kinderen van 12, man. Nou wat? Klap ik ze met één hand. In één hand klap ik 50 gelijk. Braga. We zijn op Wok2Go. We hebben net lekker eten besteld. We zijn helemaal kapot. Wow. Ik voel mijn benen niet meer. Ze heeft dezelfde schoen als ik. Huh? Ze had dezelfde schoen als ik. Zo moet je dat vlog noemen. Chick met dezelfde schoen als ik. Nou, wat was dat een boeiend verhaal, zeg? Godverdomme, zeg. Wat was dat een boeiend verhaal? Nou, bedankt, Q. In ieder geval, wij gaan lekker chappen nu. En even rusten, want dat was best wel een vermoeiend dag. Terwijl we maar één interview hebben gedaan. Maar het probleem is zeg maar, omdat we zoveel foto's hebben gemaakt, was het echt heel vermoeiend. Ik heb ook gewoon kaakpijn van het lachen. Je moet heel de tijd... Dit meisje van mijn laatste tien foto's keek van zo. Ja, je bent echt met kiespijn lachen. Nee, ik ben helemaal kapot, man. Ik word gemeld. Hey, Mefan. Yeah. Jongens, ik heb vandaag iets anders genomen. Ik heb de beef genomen met rijst, witte rijst. Nummer 13, als je bij Wok2Go komt, nummer 13. En ik ga hem nu eten. En ik laat je straks weten of het lekker was of niet. Ik ga niet eens wachten tot ik klaar ben met eten, jongens. Ik zeg eerlijk, de nummer 13 moet je echt proberen, man. Het is echt fucking lekker, man. Met witte rijst wel, hè. Probeer met witte rijst, dan is het echt lekker, man. Maar die saus is niet normaal. Lekker veel groenten. Maar die witte rijst klaart alles. Kijk mensen, zo eet je bord leeg. Dat is lekker. Wat zei je nou? Dat het niet eens een bord is. Ga je mij disrespect in mijn eigen vlog? Chop die ding. Uit je emotie, wat is er gebeurd? Laatste hap, heel de tijd zuinig gegeten. Laatste hap, kijk je. Maar broer, op een nieuwe trainingspak, man. Dit gaat er niet uit, hè? Gaat er uit. Dit gaat er niet uit, man. Maar zeg maar, je eet ook boven je buik. Je kan toch ook gewoon aan tafel eten? Ik ben moe, gewoon. Ik wil gewoon zo eten, man. Net zoals ik voor de tv zit. In je ogen. Is dit moe? Of ben je stoned? God op, man. Ik ben nooit stoned, man. Je weet toch, ik kan niet zelf eten en mijn vrouw disrespecten, man. Ik heb voor haar ook even wat meegenomen. Ik ga zo dadelijk naar huis toe. En ga even langs de Mediamarkt nu nog met QC samen. En QC is weer zo'n onhandige aap dat hij alles laat flikkeren daar op de grond. Alle noedels liggen op de grond en shit. Maar in ieder geval... wij gaan nu naar de Mediamarkt toe. Even kijken voor een MacBook en zo. En daarna gaan we naar huis toe. Ga ik Mirjam haar eten geven en zo kan ze lekker eten. Ik word hier gewoon disrespect gewoon. Door mensen in de Mediamarkt. Die mij lach nadoen. Hallo! We houden van je. Doe een keer dan. Dit is de derde keer alweer. Oh, ik hou zo van mezelf. Je lijkt op een zeehond. Je kan toch niet zo zijn, man? Ja, je kijk, zeehond, kijk. Jongens, jullie mogen hier niet filmen. Toch? Nou, dat dacht ik al. Dank je. Dat is gay, hè?
Wat vind jij hiervan? Ja, ik heb dit al een keertje doorgenomen met mijn snap. Wat? Toen ze nog zeg maar 60 keer werden bekeken. Ja. In het vorige leven. Ja. Zei dat ik dit echt... Kijk hoe die man die worst in zijn mond heeft. Hij chopt hem hoor. Hij zegt die de man van de knakworst. De man van de knakworst. Maar hij doet alsof hij hem aan het hoofd aan het geven is, man. Godverdomme. Geef jij wel eens hoofd? Hey mensen, deze vrouw is net boos op mij geworden. Omdat ik heel illegaal achteraan ging. Maar ik kan mijn pasje niet meer vinden, man. Zo... Ja, ik weet gewoon niet wat mijn pasje is. Dus ik ben gewoon heel illegaal naar binnen gegaan. En ik heb niet meer uitgecheckt. Dus ik ga nu naar Ossom, man. Yo, what's up mensen? Ik ben aan het voetballen hier op het veldje. Met mensen, we hebben net gewonnen. 10. Hey, hoeveel hebben we gewonnen? Jalla! Hoeveel stond net? 10 wat? 10-5. Ja. We gewonnen met 10-5. Ik heb 3 keer geprikt. Dat is wel goeie, man. Ik heb een panna gekregen. Maar ook een panna gegeven. Dit is die sneaky box. Weet je toch wanneer je scoort, lopen we heel langzaam langs elkaar, gewoon heel sneaky, rustig. Niemand hoeft te zien, gewoon rustig, gewoon heel vies, gewoon, weet je toch? Maar we gaan weer even een partij spelen. Ik moet even de batterij switchen, maar ik ga proberen misschien even die camera ergens neer te zetten. Je gunt zo'n beetje shine gunnen. Hola, kom. Even die camera pakken. Golasso. Uit. Die man is lelijk. Hou je bek, man! Jij paast niet! Lelijkerd. Deze man wil mij een schot geven. Oké, we hebben verloren in ieder geval. Ja, man! Hou je mond, man! Hou je mond, man! Je kan niet pasen, man! Uit, in ieder geval, we hebben dus net verloren. Dankzij iemand. Dankzij hem. Ja, we gaan nu de finale spelen tot 5. Boys, vakken? Ja. Zeg maar, jullie kunnen goed slapen vanavond. Met die lelijke doelpunten van jullie. Zeg maar, jullie scoren wanneer niemand daar staat, man. Wij juichen, zij gaan snel scoren. Fakka mensen, net klaar met Bali. Ik heb gedoucht. Ik ben nu onderweg naar Spijkenisse. Ik ga naar QC toe, we gaan samen UFC kijken. Ik wil trouwens even wat zeggen aan alle mensen die me supporten met muziek. Ik hou van jullie allemaal. Ik sta in de woordenschatlijst van Spotify. Met mijn track Willow, dat is echt love. Dat komt denk ik waarschijnlijk omdat het veel gestreamd wordt. Dus sowieso echt liefde naar iedereen die shit streamt, man. Ik hou van jullie echt allemaal. Even een paar punten wat ik wil benoemen. En dat doe ik ook gewoon maar één keer, dat is gewoon hier. Ik hoor wat gezeik over mensen, over die BMW die in die clip zit. Jullie zijn zo fucking dom. Dat jullie waarschijnlijk die hele clip niet hebben afgekeken. Dus check eerst even die hele clip voordat je een comment gaat zetten. Want je komt echt heel dom over. De tweede wil ik even zeggen. Er is heel veel gepraat over dat ik een Marokkaans shirtje aan heb. Jongens, willen jullie nou eens godverdomme even niet zo kinderachtig doen, man. Wat is het probleem met dit soort mensen? Ik snap het gewoon niet, man. Doe nou eens niet zo kinderachtig. Dus ook al heb ik verdomme een t-shirt aan van Senegal. Dan mag ik dat gewoon aandoen. Wat ga je nou allemaal zo interessant doen? Hij denkt hij is mokro, dit, dat, gee. Luister, ik ben half Arabisch. Als ik nou een shirt aan wil doen van Marokko, of van fucking Egypte, of van Kuwait, of van Irak, boeit me helemaal geen moer. Ik ben een Arabier, gee. Ik draag wat de fuck ik wil, man. Voilà, sommige mensen hebben echt een IQ van gewoon van een strijkijzer, man, gee. Wat de fuck is mis met jullie, man? En met jullie bedoel ik zeg maar die mensen die dat zeggen. Nou, je weet toch, ik heb het niet tegenover de mensen die gewoon cool zijn.
Maar even serieus, je bent echt een achterlijke mogol gewoon. Als je dat soort comments gaat neerzetten, je weet toch, ik snap dat gewoon niet, man. Omdat ik een Marokkaans neem, hij denkt dat je is mokro. Nee, ik denk niet dat ik een mokro ben. Hoe bedoel je, hoezo, waarom zou ik een mokro moeten zijn? Waarom zou ik een mokro willen zijn? Hoezo, ik ben Irakees, ik ben trots op mijn afkomst. En ik ben Turks. Laat me gewoon dragen wat de fuck ik wil, man. Ik zie om in zoveel rappers dragen allerlei soorten voetbalshirts. Maar wanneer ik het weer doe, of wanneer ik weer een Marokkaans shirt, nou, dan is het weer drama, jongens. Dan is het weer voorpagina nieuws. Gedraag je, man. Allah. Nou, dat is er ook uit. Fok die mensen. Ik heb scheid aan jullie. Maar blijkbaar niet scheid genoeg om er niet over te beginnen. Zo zie je maar weer, ik ben ook gewoon een mens en dat raakt me. En daarom wil ik erover praten. Voor iedereen die het streamt, voor iedereen die de clip heeft bekeken, ik hou van jullie allemaal. De clip die is al over de 60.000 keer bekeken. Dat is echt love. Weet je toch, in 2 dagen of zo, of in 1 dag is dat gelukt. Dus dat is echt keihard. Ik had dat echt niet verwacht. Ik krijg heel veel snaps binnen van mensen die de pokoe luisteren. Als je mij niet volgt op Snapchat, doe het even. Nissim Naatje op Snapchat. Nissim Naatje op Instagram, overal. Love naar iedereen. Ik ga nu naar QC toe. En het is time voor UFC. Wanneer super gaande je naar huis dan? Wanneer super gaande je naar huis? Hey mensen, ik ben hier. Met deze jongen. Hij zit naar zijn eigen snaps te kijken. Hey. Ik kijk wel eens vaker naar mijn eigen snaps. Hey. Moet ik dat dubbelzinnig? Zeg maar. Nee? Ik kijk wel eens vaker naar mijn eigen snaps. Nee, ik snap het niet. Je ballen, zeg maar. Hoe zijn je ballen? Hè? Nee, maar daarom vraag ik, moet ik het dubbelzinnig opvatten? Wat je zei net. Dat is, hoe kom je op die dubbelzinnigheid? Want sinds wanneer zijn snaps je ballen? Omdat je het heel vies zei. Kijk wel eens naar mij. Ik kijk wel vaker naar mijn eigen snaps. Ik zou mijn dollar wel snaps noemen of zo. Je toch? Yo, what's up, snaps? good work, snaps. Yeah. Yeah, go. You did a great job, snaps. Go snap some, snaps. go snap some. Yeah, go snap some. Ja, het is al 3:15 nu. En we moeten wachten op de wedstrijd. Fuck met mijn snor, man. Als ik alleen die snor laat, beseffen. Zeg maar. Ik lijk dan wel een beetje Turk. Als zeg maar. Mooi zijn. Amerika was. Dan was jouw gezicht Donald Trump. Daar kan ik wel mee leven. Ja toch? Maar als bijvoorbeeld in India. Ja. India. Ja. Als daar iets zou stinken, dan zou jij het wel zijn. Oké, maar. Hun vinden het lekker ruiken, maar het is voor ons dan. Ja. Ja. Zeg maar op die level, je weet toch? Zeg maar als, als Kim Kardashian zeg maar echt mooi en lekker was, dan ben jij zeg maar dat niet. Oh, oké. Okay. Ja, maar dat snap ik wel. Maar stel je voor zeg maar dat als jij een gereedschap zou zijn, dan, ja. Dan was je een nagelknipper. Je weet toch, een nagelknipper, want... Maar zeg maar... Dan zou jij bijvoorbeeld, dan vraagt iemand van, hé man, heb je een inbussleutel? Nee man, ik heb een nagelknipper. Oh ja, wie de fuck wil er een nagelknipper wanneer een nagelknipper heb je nodig om je nagels te knippen? Zeg maar, om een vliegtuig mee in elkaar te zetten ofzo. Maar zeg maar, als jij zeg maar, nee, zeg maar je hebt een fruitschaal. Hmm. Met exotische vruchten erop. Ja. En jij bent dan zeg maar... Een paprika. Soort van net niet. Je weet toch, als je zeg maar een kommetje hebt. Met allemaal cashewnoten. Ja, ja. Dan zei je kokosnoten. Je weet toch, in die cashewnoten. Van dus ik ben groter dan. Ik ben groter dan. Ja, je bent groter, maar je bent ook heel erg aardig zeg maar. Zeker met die cashewnoten, snap je? Oké. Ja, grotere, ja, in wat opzicht, weet je. Kijk, als iemand een grote hoofd heeft, wil ik ook niet zeggen dat hij gelijk beter is. Nee, precies. Snap je? Ik snap jou. Je hebt zeg maar een boeket met bloemen. Mm-hmm. Ja? Verpakt in iets moois. Ja.
En jij bent dan zeg maar. Jij bent zeg maar een boeket voor als iemand doodgaat. Wauw, dat is wel duister, man. En die duurde ook lang, man. Ja, die duurde lang, man. Zeg maar, als jij. Ik heb nog één. Zeg maar, als je. Je hebt zeg maar geurkaarsen. En jij bent zeg maar gewoon poep. Nou, ik denk als jij een soort van parfum. Ja, als jij een parfum zou zijn. Ja. Dan zou jij. Parfum. Dan was je Axe. Nee, dan was je een goedkope wc-spray. Dan was je chien van de Lidl. Nee, dan was je die wc-spray. Je weet toch die lavandel wc-spray? Oh, ja. Dat is lavandel, dat is gewoon de lavendel, man. Baller. Ah, ik kom net uit de lavandel. Dat boeit mij helemaal niet. Als er een wereld zou zijn dat wij allemaal zeg maar vliegtuigen waren. Ja. Dan zou jij een waterballon zijn. Als je zeg maar... Zeg maar, je weet toch, je wilt vliegen, maar je hebt water, dus yeah. Je kan niet vliegen. Je hebt zeg maar Tupac en zo, en Dr. Dre. Ja, je krijgt dan toch context. En Nelson Mandela. En Eminem, Dr. Dre en Nelson Mandela. Ja, dat soort mensen zeg maar, eten gewoon zeg maar... Drie donkere mensen dus. Nee, niet per se donker, maar gewoon zeg maar heel legendary zeg maar. En ja, hoe zou ik het zeggen? Je hebt Will Smith, Tupac, Biggie. Al die rappers, ja. Gewoon, je weet toch, dat soort mensen. Mm. En dan ben jij, zeg maar, Koen. Wie is Koen? Ja, precies. That's the point. Precies. Nobody knows Koen. Oh ja, niemand kent. Snap je? Okay. Dus ja, man. Dus je laat mij 20 minuten in de regen staan? Ja, voor. Hoe voel jij je? Zo, ik wil niet zo dichtbij. Maar zeg iets. Zeg iets tegen je fans. Ja, ik wil gewoon UFC kijken, man. Wie is deze wachttijd, man? Voor wie is deze regen? Ja, ik weet niet, man. Je hebt toch een koude nieuwe auto? Daar kan je toch in zitten? Ja, wat doe je nou? Waarschijnlijk is die van zijn HDMI af. Zweer dan, je hebt gewoon... I know, man. Farley, je zet gewoon niet de vecht af, man. Eens, dat is die al Nokkie. We hebben niks gezien. Farley, man. Hé, daar is die, hoor. En Diaz is een soort van warm aan het worden. Oh, mijn god. Diaz is een soort van warm aan het worden nu, je weet toch? Maar er zijn nu nog 1 minuut, man. Oh, dit is de derde ronde, toch? Potverdomme, ik zou helemaal kapot zijn, man. Ze hebben al een kwartier gevochten, man. Vecht een keer een kwartier op straat, die gaat dood. Hij kan niet meer. Nigga, als je geeft hem die knietje. Nigga, maak hem kapot. Ja, man, zie je. Hij maakt hem kapot. Ronaldinho is beter, man. Hé, hey, jongens. De ronde 5 is klaar, man. Nou, man. Partij is afgelopen. Lekker, man. Ik ben onderweg naar huis. Ik ben fucking blij dat Conor McGregor heeft gewonnen. Ik ga nu zo snel mogelijk naar huis rijden. Ik ben helemaal kapot, man. Het is fucking 6:30 in de ochtend. We zijn gewoon echt een hele nacht doorgegaan. En ik ga nu ook gelijk de vlog eindigen, want ik ben helemaal gesloopt. Jongens, dankjewel voor het kijken. Dit zal waarschijnlijk een lange vlog worden, ik weet het niet zeker. Maar ik check het wel in de edit. Ik hou voor jullie allemaal. En tot de volgende keer, man. Peace out.